Deze video gaat over het D-mineur akkoord, oftewel DM. En is net zoals de andere video's in deze reeks gemaakt voor de beginnende gitarist of de gitarist die net begonnen is met het spelen van akkoorden. Ook als je al wat langer gitaar speelt, kan het zijn dat je her en der wat tips en trucs opdoet om jouw spel te verfijnen. Voordat ik verder ga, wil ik graag nog één ding meegeven. En dat is dit. Vingerzetting is flexibel. En wat bedoel ik daarmee? Vingerzetting is waar je je vingers neerzet. Dus als ik het heb over zet je ringvinger op het derde vakje van snaar 6, zet je middelvinger op het tweede vakje van snaar 5, dan heb ik het over de vingerzetting. Flexibel, daar bedoel ik mee dat het veranderlijk kan zijn. De ene keer kun je het zo pakken, de andere keer kan je het zo pakken. Want dat levert soms bij gitaristen, zeker bij beginnende gitaristen, wel eens verwarring op. Dan zegt de een, pak je G-akkoord met de pink, de middelvinger en de ringvinger. En dan kom je ergens anders en dan zegt iemand, ja, maar je kunt het beter zo doen met die, die en die. En uiteindelijk zal er een G-akkoord klinken. Maar al naar gelang de situatie, al naar gelang de muziek, kan het handig zijn om te veranderen van vingerzetting. Ik geef specifiek aan hier bij het D-mineurakkoord, omdat je komt vaak in boekjes en bij gitaardocenten kom je vaak het D-mineurakkoord als volgt tegen. Wijsvinger, middelvinger en ringvinger. Ik zelf doe het anders. En ik zal daarna ook uitleggen waarom ik het anders doe en anders adviseer. Volg mij. D-mineur is met snaar 4. Dus snaar 6 en snaar 5 doen niet mee. Dat is makkelijk te onthouden, want snaar 4 is de D-snaar, dus D-mineur met de D. Dit geldt overigens ook voor het D-akkoord of het D-septiem, D-mineur septiem, etc. Vervolgens zetten wij de middelvinger goed rechtop in het tweede vakje van snaar 3. Dan doen we net zoals bij het C-akkoord, we vouwen onze wijsvinger naar binnen, zodat de middelvinger mooi rechtop blijft staan. En die zetten we in het eerste vakje van snaar 1. Dan komt de laatste vinger en daarvoor gebruiken we de pink. De pink die zetten we op het derde vakje van snaar 2. Waarom adviseer ik dit te doen in plaats van je ringvinger in het derde vakje van snaar 2? Er is de volgende reden voor. Als je je pink zo gebruikt, dan kun je namelijk mooi je ringvinger een beetje naar buiten steken. En als je dan snel bijvoorbeeld naar het C-akkoord wil wisselen, dan is je ringvinger al een heel eind op weg. Kijk maar. D-mineur. C. D-mineur. C. Een tweede reden is in de wisselingen, als ik bijvoorbeeld van D-mineur naar het Bes-akkoord ga, dan staat mijn pink al op de plek. Dus ik kan mijn pink laten staan. Tot zover. Kijk gerust ook naar de andere video's over akkoorden. Want in elke video komen andere tips en trucs voor. Maar vaak wel algemene tips en trucs. Dus als je allemaal bekeken hebt, dan heb je in ieder geval een aantal dingen mee kunnen nemen voor je eigen spel. Om het beter en ook mooier te maken.